Voetbal is leuk en voetbal is voor iedereen. Dat is de boodschap tijdens de Totaal Voetbaldag. Op deze dag laten spelers met een beperking zien wat ze kunnen. De beperkingen die de spelers hebben zijn heel divers. Denk aan mensen met een hersenbeschadiging, mensen met een autistische stoornis. Daar lopen blinden straks te voetballen. Mensen met een amputatie, dus dat is heel breed. Dus om te laten zien dat voetbal meer is dan alleen maar valide mensen. En niet altijd is even duidelijk te zien dat iemand een beperking heeft. Zoals bij deze teams voor spelers met autisme. Ja, we spelen al een paar jaar competitie en we trainen elke donderdag. En dat gaat wel goed. En je hebt zelf ook autisme? Ja. Is dat een andere manier voor voetballen ook of merk je daar verder niks van? Nou, je hebt wel eens kinderen die kunnen heel snel boos of hysterisch worden. En dan lopen ze weg of dan worden ze heel erg snel boos. Of weet je niet hoe snel met een autisme te omgaan. Dus dat is wel goed dat men weet dat iemand autisme heeft en daar ook een rekening mee kan houden als je in zo'n team voetbalt. Ja, want dan kun je weten of het wel goed aan met hem gaat of die rustig kan worden, ja. Een andere groep is spelers die een hersenbeschadiging hebben, waardoor ze ook beperkt worden in hun spel. Een voetbalvorm waarbij de beperking wel duidelijk zichtbaar is het blinde voetbal. Die bal die kun je alleen maar weten waar die is als je hem hoort. Oftewel, hij moet rollen. Want er zitten, ik zal het even doen, belletjes in die dus geluid maken. Dus als de bal stil ligt, dan hoor je hem niet meer. En dan, dan moet er een coach aanwijzen waar die ligt. Hoewel sommige clubs aan de weg timmeren als het om voetbal gaat voor mensen met een beperking, is er nog een wereld te winnen. Je kan lid worden in elke plaats van een voetbalvereniging, maar ja, als je blind of slechtziend bent, is dat een stuk lastiger, want er zijn er geen verenigingen voor blinden. Dus vandaar dat er regelmatig centrale bijeenkomsten zijn waarin dat dan wel kan. En dat is ook precies de reden dat wij er bij VV Noordwijk heel graag aan meewerken, om die mensen een podium te bieden om hun sport te bedrijven. En dat lijkt een schot in de roos. Want als één ding duidelijk is, is dat voetbal voor iedereen is. Ja, want met een beperking die, het is wel leuk als die ook sport hebben. Niet alleen mensen die geen beperking hebben. Ja, dus dat geldt voor mij ook. Ik vind het heerlijk om te doen.